Mijn naam is Erwin Jacobs en ik ben sinds 12 jaar wagenparkbeheerder bij Oegema Transport. Familiebedrijf wat sterk regionaal transport organiseert. Maar daarnaast ook in de Benelux en in heel Europa transportactiviteiten uitvoert. We hebben een Volvo Electric gekocht, bakwagen 4x2. De truck rijdt regionale distributie in Noordoost en Midden-Nederland. We vervoeren daar meubels bij de consumenten thuis. Voordat we overgingen tot aanschaf, hebben we een flink aantal routes gedeeld met Volvo die geanalyseerd zijn. Kijken of de routes geschikt waren qua kilometrage, qua laadvermogen, qua stedelijke distributie. Op het moment dat daar alle lichten op groen stonden, hadden we op papier eigenlijk al een succesverhaal te pakken. Daaruit bleek dat wij vermoedelijk het hele jaar door zo'n beetje 180 kilometer per dag zouden kunnen rijden. Dat was eigenlijk vanaf dag 1 al 210 kilometer. En dat is met het moment dat we de accucapaciteit meer mogen onttrekken, dus meer lading uit de accu mogen onttrekken, is dat al 240 kilometer geworden. Dus ook in koud weer, ook in regenachtig weer, blijkt de actieradius te voldoen. De ervaringen met Volvo Electric zijn erg goed. Wat boven verwachting bevalt is dat hij eigenlijk niet ongepland stilstaat. We hadden eigenlijk verwacht van nou elke 3 maanden gaan we wel iets tegenkomen dat hij een dag uit de running is. Maar hij rijdt alle dagen, al 6 maanden lang, 6 dagen in de week. Heel vaak nog een tweede ritje erachteraan. Chauffeurs zijn er tevreden over. De auto en ook de Volvo dealer maakt gewoon onze verwachting waar. Ik ben Barry, ik zit sinds begin december zit ik op de elektrische truck. Het fijne van deze truck is dat hij gewoon heel rustig rijdt, lekker vlot optrekt. Het is gewoon heel stil, je kunt fatsoenlijk praten met elkaar, de radio kun je gewoon wat zachter hebben staan. Het rijdt gewoon heel soepel. Omdat we veel in woonwijken komen, is dat wel een pre om dat elektrisch te doen. En dat horen we nu al vaak van bewoners die ervaren dat de truck daadwerkelijk stiller is. Geen uitlaatgassen, geen lawaai, dat wordt opgemerkt. Het opladen gaat heel goed eigenlijk. Overdag kunnen we de hele dag mee rijden. Als volgt komen we terug aan de zaak en dan staat hij 's nachts aan de lader en 's ochtends is hij gewoon lekker vol weer. De chauffeurs hebben training gehad van Volvo en leren dan inderdaad ook om te regenereren. Dus niet alleen maar af te remmen, stil te gaan staan, maar ook uitrollen. En daar winnen ze kilometers mee terug. Dat zien ze ook op de meter, dus dat werkt ook wel motiverend. De eerste weken was het wel heel erg aftasten van wat doet die accu, hoe ver kun je er nog mee. Het was heel kiele, maar het rijdt nou eigenlijk hetzelfde als gewoon een diesel eigenlijk qua kilometers wat je gaat doen. In het begin hebben we bijgeladen, ook om de chauffeurs ervaring op te laten doen met hoe werkt dat. En ook omdat we zeker wilden weten van ja, heb je dan met een half uurtje weer ongeveer 100 kilometer beschikbaar. Maar dat bleek inderdaad perfect te werken. Het bijladen onderweg is kostbaarder als het opladen hier aan de zaak. De streven is wel dat we zoveel mogelijk hier aan de zaak opladen. Doordat we in een subsidietraject samen met Green Planet in een DKTI-project zitten, hebben we voor een flink deel subsidie gekregen. Daarnaast heeft onze opdrachtgever haar doelstelling ook wel concreet gemaakt dat ze ons ondersteunen in tarief. Maar dan nog hebben we uit ons eigen duurzaamheidsbudget een flinke bijdrage moeten leveren om de auto aan te schaffen. We komen in contact met partijen die zo'n vrachtwagen kunnen gaan laden. We weten hoe we aan infrastructuur het moeten gaan organiseren. Dus we hebben in een half jaar tijd ook weer vreselijk veel bijgeleerd. En dat maakt het zeker de moeite waard. Een bijkomend groot voordeel is dat we hiermee ook stappen zetten in ons duurzaamheidsbeleid. Deze truck alleen al wordt 6 dagen in de week ingezet. Als we dat terugrekenen naar een dieseltruck, dan besparen we op dit moment al 38 ton CO2 op jaarbasis. De verwachting is dat dat met de tweede generatie Volvo trucks alweer beter wordt, omdat je die ook nog op langere ritten in kunt gaan zetten. Als wagenparkbeheerder van Oegema Transport ben ik best blij dat we deze stap gezet hebben. Het was best een sprong, maar we hebben nu de nodige ervaring en we kunnen met onze opdrachtgevers om tafel dat technisch zaken mogelijk zijn. We hebben natuurlijk nu de mogelijkheid om een open calculatie te laten zien. Dit is wat de auto kost, dit is wat we aan subsidie krijgen, dit is wat we aan bijdrage en tarief nodig zijn. Waar het eerder gesprekken waren van ja, we moeten eigenlijk ook nog wat aan duurzaamheid doen, maar er is nog geen oplossing. Komen we met z'n allen in gesprek over hoe gaan we duurzaamheidsambities waarmaken en met de Volvo Electric lijkt die oplossing een stuk dichterbij gekomen. Een standaard product
van een bestaand merk af fabriek, compleet geserviced door de dealer, inclusief een onderhoudscontract voor 8 jaar, volledige garantie over die 8 jaar, ook op batterijpakket, ook op elektromotor, op aandrijflijn, voelt gewoon heel vertrouwd, voelt als de Volvo kwaliteit die we gewend zijn en maakt het een stuk makkelijker om het experiment met een elektrische truck aan te gaan. Nou, eigenlijk zou ik niet terug willen op een dieseltruck, nee, het rijdt gewoon goed, het rijdt gewoon fijn. We zeggen, een dieseltruck is ook heel leuk, maar dit is, ja, het is gewoon goed.